Padreira. Standby. En de start is gevallen. Paarden zijn gestart voor de tweede koers. En het is na de start Vlaai Zwageman aan de buitenzijde. En aan de binnenzijde Everglide Rapida. Everglide Rapida heeft de leiding genomen als we de eerste bocht ingaan. Bas Krebas, de leider in de bolletjestruiencompetitie. Hij leidt met een lengtevoorsprong. Vlaai Zwageman tweede. Chris Sandersman is derde. Cadence de Cassidy springt weg. En ook Vlaai Zwageman springt eruit. Als de paarden voor de eerste maal de koelboxbocht doorkomen. Op weg naar de overzijde van de baan. Ook Echt van Kampstra maakt een galoppade. Ook die valt terug. En de paarden zijn aan de overzijde van de baan. En het is nog altijd Everglide Rapida met een lengtevoorsprong. Op de tweede plaats volgt dan Chris Sandersman. Een gat van vier lengte dan tot een terugkomende Vlaai Zwageman. Die heeft nog wel een lengte. Uitgeschakeld nummer 9, galop nummer 9. Toe te rijden, terwijl dat zal wel wordt uitgeschakeld. En de paarden halverwege de overzijde zijn aan het sturen op de manegebocht. Met nog altijd aan de leiding Everglide Rapida. Op de tweede plaats Chris Sandersman. En die gaat nu de leiding overnemen bij het indraaien van de bocht. Vlaai Zwageman ligt derde. Op de vierde plaats volgt dan King Bantam N. En op de vijfde plaats El Nino. Een groot gat dan van ongeveer toch wel een lengte of zes tot Enrico Star. Een langgerekt veld gaat nu op weg naar de rechte lijn voor de tribune. Onder aanvoering van de recente winnaar Chris Sandersman. Chris Sandersman heeft twee lengte voorsprong. Op de tweede plaats daarachter volgt nummer twee, galop nummer twee. Everglide Rapida, terwijl Cadence de Cassie opnieuw een galoppade maakt en wordt uitgeschakeld. Rechte lijn voor de tribune. Chris Sandersman heeft drie lengte voorsprong. Op de tweede plaats volgt Everglide Rapida. Derde is Vlaai Zwageman. Op vijf lengte daarachter volgt El Nino aan de buitenzijde van King Bantam N. En zo gaan we de laatste ronde in. Wat verder weg volgt dan nog Enrico Star. En die wordt op enkele lengte gevolgd door Echt van Kampstra. De paarden zijn in de koelboxbocht. Op weg naar de overzijde van de baan. En het is in een rustig tempo Chris Sandersman die een lengte voorsprong heeft op Everglide Rapida. De derde plaats voor Vlaai Zwageman. Zo zijn we aan de overzijde van de baan. In vierde stelling komt El Nino wat dichterbij. Met erachter op de vijfde plaats King Bantam N. En op vijf lengte daarachter volgt dan Enrico Star. Halverwege de rechte lijn aan de overzijde. Daar gaat Bas Krebas weer naar het front. Bas Krebas zoekt Chris Sandersman op. En dat doet hij met zijn Everglide Rapida. Maar hij is er nog niet langs. Want Chris Sandersman leidt nog altijd met een kleine lengte. Op de derde plaats Vlaai Zwageman. En vierde King Bantam N. Vijfde El Nino. En deze vijf paarden hebben de prominente positie. Ingenomen. Op drie lengte daarachter probeert ook Enrico Star dichterbij te komen. Paarden zijn halverwege de laatste bocht met Chris Sandersman die nog altijd leidt voor Everglide Rapida. Op de derde plaats volgt Vlaai Zwageman en vierde King Bantam en vijfde El Nino en zesde Enrico Star. En zo zijn we in de laatste rechte lijn. Nou drukt hij door. Krebas aan de buitenzijde met Everglide Rapida. Die valt aan op Chris Sandersman en met z'n tweeën komen ze de laatste rechte lijn in met nog zo'n 250 meter te gaan. Everglide Rapida aan de buitenzijde neemt over. Chris Sandersman vecht terug aan de binnenzijde. King Bantam N ligt derde. Everglide Rapida met nog 50 meter te gaan. Die gaat hier de tweede koers op naam brengen. Everglide Rapida is de winnaar. Chris Sandersman tweede. De derde plaats daarachter voor King Bantam N. Vierde El Nino. En daarachter volgt dan nog Enrico Star met Vlaai Zwageman. En daar zijn ze, dames en heren, de winnaars van de tweede koers. En dat zijn Everglide Rapida. In eigendom van Hans Krebas, trainer en rijder Bas Krebas. Bas die zijn leidende positie in de bolletjestruikcompetitie nog maar eens een keer verstevigd met de overwinning met Everglide Rapida. Uiteraard zijn ook in deze koers de bloemen beschikbaar gesteld door de Orchideeënwinkel en door Brokhof de Luttelgeest. En ook de potvoedingssupplementen beschikbaar gesteld door Zoetis. Dames en heren, u mag applaudisseren voor de winnaars van de tweede koers. En dat zijn Everglide Rapida, Bas Krebas.